Harry Heijnen speelde in de jaren 60 zeven jaar lang bij ADO Den Haag. Het 73-jarige ADO-clubicoon is ernstig ziek en wilde nog één keer een wedstrijd van zijn clubie, waarmee hij in 1968 de beker won, bijwonen. Het werd een kippenvelmoment toen Heijnen het veld betrad. Niet te geloven. Prachtig. Vroeger was dat een verschrikkelijke stimulans voor mij. Als ik dat balletje aan die rechterkant kreeg en dan begon Harry, als het boel een beetje dood zat, dan ging ik vuurtje maken. Exploderen, zei Appel dan. En dat deed ik dat. Ja, en nu is het vuur er nog steeds? Het vuurtje is nog daar. Mag iemand exploderen. En ik hoop dat er allemaal een lange tijd mee te maken. Harry Heijnen, hij genoot zichtbaar, want zijn ADO Den Haag won met 4-1 van FC Utrecht. Fantastisch, vergeet ik nooit meer. Nee, echt niet. Ik heb veel meegemaakt, maar die warmte en die vriendschap, zo mooi. En nu? En nu? Een drankje drinken met hem. Even een flesje drinken en dan terug naar Venlo. En dan terug naar Venlo.